En dan belanden we weer ergens binnen. Ik heb toestemming om te mogen filmen. Dit gaat allemaal over de wolf. Kijk maar even mee. Welkom bij een nieuwe vlog en wat leuk dat je kijkt. Ben je nog niet geabonneerd? Gratis abonneren kan nog altijd hier beneden. In deze vlog zijn wij in Almere geweest. Almere was bedoeling om naar het centrum te gaan. Alleen daar konden we niet zo heel veel filmen, want het was ontzettend druk. Heel veel mensen en we hebben wat een paar beelden kunnen maken. Die ga je zo meteen zien. Maar we zijn op tip van De Groentjes zijn wij naar het Zintuigenbos geweest. Moet eens even nadenken. Het Zintuigenbos. En dat was wel superleuk. Dat is van Stad en Natuur Almere. Dus stadennatuur.nl. En wij zijn tijdens dat wij daar geweest zijn, zijn we ook nog ergens binnen beland. En dat was dus ook van Stad en Natuur Almere. En dat was op de Kemphaan. En daar hadden ze een wolvenexpeditie. De hele zomervakantie kun je daar terecht. Ze hebben een winkeltje, je kunt daar dingen kopen. Kortom, woon je in Almere of in de omgeving of ga je nog naar Almere? Check dan even stadennatuur.nl. En dan volgen nu de beelden. Komt-ie! Zo Daan, zijn we net aangekomen. En waar zijn we nou, hè? We zijn in Almere. En we staan hier op een of andere parkeerplaats. Hoe heet dat hier? Stadshuis? Nee. Stadshuis. En ik denk dat hier een ziekenhuis zit nog. Nou, we gaan even kijken. Hier in de omgeving. Dan loop je in het centrum van Almere. Maar ondertussen kijk je uit op het water. Een hele aparte feeling, wel een hele mooie omgeving zo, maar echt apart. Hier ook heel veel water gedaan, maar wel super, super leuk tot nu toe. Dus we gaan even verder verkennen wat we nog meer zien hier. Een hele aparte setting tot nu toe. Hou dan! Heb jij een mooie schoentje, Milou? Zijn wij schoentjes voor jou aan het kopen? Laat eens kijken. Heb jij zo'n mooie schoen gekozen? Die is mooi. Ja, dat is een mooie. Je hebt Milou schoentjes uitgekozen. Ja, hè? Daan gaat shoppen. Nou Daan, kun je goed sturen? Heel goed. Hoor je dat Daan? Hoor je de vogels? Hoor je dat? Zo Daan, we zijn in de bossen, oftewel het belevenisbos. En ik zie al meteen een varken. Ja, die is al lekker in de modderbad. Ja, kijk hier. Een varken Daan. Wat zegt de varken? Wat zegt de varken Daan? Dat kan jij ook, hè? Hij komt deze kant op. Kijk, daar komt hij. Kijk eens aan. Komt hij aan, hoor. Kijk dan. Zie je dat eraan? Hij komt naar ons toe, aan. Milou, ziet hem. Kijk eens, Milou. Komt dit varkentje. Kijk dan. Hij komt heel dichtbij. Ah, kijk eens. Ben jij lekker in de modderbad het geweest? Het varkentje. Zie je dat Daan? Ik heb niks te eten voor jou. Geweest. Dat mag ook niet. De beesten mogen niet gevoerd worden.
Maar hij is duidelijk zoekende naar wat lekkers. Wat hebben we nu? Daar komt je groeten. Heb je dat lang niet gezien? Lang niet gezien, ik ben hier nog nooit geweest. Hier staat het ook, gelieve de dieren niet te voeren. Nou, logisch. En Daan is er al vandoor. De varken wil met ons mee, jij die, want hij loopt gezellig mee. Hey Milo. Het is gezellig. Gaat hij met ons mee? En Daan die gaat er vandoor. Die heeft helemaal geen geduld. Die moet even ontprikkelen in het bos, Daan. Maar wat zie ik nou? Nou wordt het heel donker. Nou wordt het heel donker hier. Oh, Daan. Oh, waar gaan we naartoe? Kijk eens. Waar gaan we naartoe, Daan? Want nu is het heel donker hier. Ja, welke kant? Links of rechtdoor? Kom dan. Nou Daan, hier moeten we muziek maken, denk ik. Luisteren. Gaan we hobbelen, Milo? Hobbel, 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 hobbel. Je hebt een stok nodig, denk ik. En die, hoe klinkt die? Hoor je dat? Gaan we die andere kijken? We hebben er nog één. Wat is dat, hè, Milo? Milo zit heel verbaasd te kijken. Wie is dat? En die? Kom helpen. Ja. Trommelen daar. Hou vast. Trommelen. Nee, doe je nou. Gooi weg. Langer stokje. Hier. Dit is langer. Vasthouden. Gaan we zo. Trommelen. Trommelen, Daan. Doe Daan trommelen, Milo. Doe Daan trommelen. Vasthouden, hè. Daan. Vasthouden. Sneller! Nou, doe Daan het zelf. Voel je dat aan je voeten? Voel je dat? Papa voelt het zelf door de schoenen heen. Heel zwaar dan. En nu gaan we in het grind. Oh, kijk, hij was staan. Hij staat niet meer. Hé, hey, papa kan jou niet zo vasthouden. Gaat staan over het voetenpad heen lopen. Even blijven staan, hè. Een speciale pad waar je met je voeten verschillende structuren kunt voelen. Dat voelt gek. Hey, dat voelt gek, hè, Daan. Dat is gek. En dit is hout? Ja. Dat voelt gek, hè? Stap op. Dan ga je in de rolstoel weer, hè? 1, 2, ja. Draaien. Eerst even de houtsnippers van de voeten afkappen. Ja, zitten, gaat papa je voeten schoonmaken. Ja, vastzetten. Vond Daan dat leuk? Ja, was dat ook een beetje gek, Daan? Wat een beetje raar aan je voeten, hè? Vond dat een beetje raar aan Daan's voeten? Het gaat om je evenwicht. Ja, dus nee. Kun je die houden? Ja, ja. Evenwicht is natuurlijk de eekhoorn. Je moest erop staan, toch? Of niet? Of ja. Verkeerd? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Het stond hier.
Ruiken. Geuren zijn heel belangrijk in de natuur. Zo praten dieren met geuren en lokken bloemen, vlinders met parfum. Soms gebruiken planten geuren om vijanden te weren. De zwarte den doet dat met dennengeur. Gebruik een vijzel om planten te pletten. De geur komt zo vrij. Vossen delen info met plasjes. Ik ben verliefd, familie of een vijand. Ruik je ergens een scherpe urinegeur, dan was zo een vos in het bos. Wat een trip, wanneer kun je genieten van het uitzicht. Voel je de wind, zijn de dieren te horen, ruik je geuren, de planten. De plant, dat zijn de meeste. Die ook van klimmen is klimaatnatuurlijk. Zie je het ergens groeien? In de winter houden ze hun groene blaadjes. En buizerd zit... Kom je eruit? Een buizerd zit en vliegt. Ook graag hoog. Zo kan hij de omgeving afspeuren. Als je om je heen kijkt, zie je de buizerd misschien zitten. Zie je ook de vos, de ree, de bever en de haas. Dus ik moet die dieren gaan spotten. Die zijn er nog niet, denk ik. Ik weet niet. Een buizerd is een vogel. Een klimop is een plant. Die kennen we wel. En een vos, de ree... De bever en de haas. En dan gaan we zoeken. Of we diertjes gaan vinden. Milou vertellen. Milou ook meezoeken. Wil jij ook meezoeken? Oh, je legt wat dieren. Slimmerik. En welke dieren zie je? Wat voor een beestje zie je dan? Nou, we kijken, Milou, welk diertje papa heeft gevonden. Schapen. Zijn dit schapen? Papa? Nee, dat is papa. Ja, ook een schaapje, ja. Ja, het zijn schaapjes. En een geit. Wat zegt een schaapje? Nee. Hebben we diertjes gevonden, Milou? Kijk eens. Ah, dit is een uitkijkje. Ziet Milou ook de diertjes? Ja, dat zijn gekke diertjes, hè? Wat zijn gekke diertjes? Ja, zeg hallo schaapje. Hallo geitje. Maar hallo. Ja, hè? Dat zie je heel dichtbij. Van de rolstoel. Zag je dat? Hij schrok, hè, Milou? Ze deden schrikken van de rolstoel. Hey Daan, heb jij ook de schaap en de geitje gezien? Heb jij ze ook gezien? Meeh. Nou.
papa heeft ze gezien hoor. Nee, ja, er komt niks terug bij deze. Ja, wat is dat Milo? Ja. Wil jij ook lekker wandelen? Ja. Ja, wil je lekker wandelen? Kom. Zo doen. En zo doen. Zo doen. Ja. Milo doet wandelen. Milo doet wandelen. Oh, 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 oh. Milo doet zichzelf filmen. Ja, Milo doet zichzelf filmen. Vindt Milo het leuk in het bos? De wind waait, hè? Oei, heel harde windje. Oei. Heel veel water in Almere, in en ja, om. En windmolens. Heel veel water. Overal. En heel veel natuur gedaan. Dat is heel mooi, hè? Dat vinden wij mooi. Ja. Gaan we nog even een stukje verder wandelen en dan gaan we weer naar huis, denk ik, Adaan. Staan moe. Staan al een beetje moe aan het worden. Ja. En is Milo ook al een beetje moe aan het worden? Ja. Milo ook al een beetje moe? Nee, Milo is nog niet uitgekeken, hè? Wat zijn dat voor beestjes, Daan? Dat zijn koetjes. Ach, kom maar niet te dichtbij, Daan, want ik weet niet wat de koetjes doen. Oh, wat een koeien. Een moe. Zie je dat, Daan? Wat zegt een koetje? Hey Daan, wat zegt een koetje? Een koetje zegt moe. En een hele kleine, ja, die is een... Hoe noem je dat? Een babykoe? Een kalf. Ja, een kalf. Een wespje als een malle. Ik zet even een stap achteruit. Wat een mooie beestje zit daar. Kijk hoe groot. Dat is een grote, hè? Het was een wolf. Wolf, hè? Wolf. Dat is je grote wolf. Kijk uit voor het beeld, hè? Kijk, wat is hier? Oh, ik zie een holletje van de wolf. Oh, ik zie een holletje van de wolf. Kijk eens. Kijk eens. Oh jee, een holletje van de wolf. Of is het een holletje van het huis? Weet je wie ik zie, Heidi? Ik zie meneer de uil. Klaar, nu is het klaar. Ik zie ook meneer de uil hier. En een wolvenfilmpje. Een goede wolven kan wel 10 wolven hebben. Ze zijn ook bekend om hun gehaal. Niet uit verdriet hoor, maar om te communiceren met hun vrienden op een lange afstand. Het gehaal van een wolf kan tot wel 10 kilometer gehoord worden. Wolven komen heel vaak voor in bekende sprookjes. Je hebt vast wel gehoord van een katje en die biggetjes. De wolf is dan meestal de stichter die iedereen opheft. Gelukkig is er een echte gaat uit de buurt blijven van mensen, want zijn schuwe dieren. Ze jagen graag op eindelijk toren. Maar soms maken wolven een vergissing en pakken bij de schaap. Schaapherders maken zich zorgen. Toch wordt de wolf in de Nederlandse natuur. Een leuk beentje dat je waarschijnlijk nog niet wist, is dat wolven erg goede vrienden zijn met raven. De raaf zoekt het voor en de wolf deelt ze met de raven. Het is zelfs gezien dat de raven spelen met de puppies. Nou, wij mochten dus even hier binnen ook filmen en die mensen waren meteen heel benieuwd. Die gingen ons ook meteen volgen, want die vonden het leuk dat we dus hier kwamen om ook een stukje te filmen. Dus graag gedaan bij deze. En dit was de vlog voor vandaag. Je hebt kunnen zien hoe wij in Almere Centrum zijn geweest. En bij Stad en Natuur in Almere op de Kemphaan, waar wij de wolvenexpeditie hebben bekeken daar. We hebben de het zintuigenbos, ik zeg belevenisbos, maar het is eigenlijk gewoon het zintuigenbos. Hoe we daar door hebben gewandeld en hoe Daan daar de vloer heeft gevoeld. Hè? Los grind en hout en wat was dat allemaal, hè, Daan, aan jouw voetjes? Ja, kijk, hebben we zijn voeten al. Wat was dat allemaal, hè? Dat was gek. Dankjewel voor het kijken.
Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog, want dat waarderen wij enorm. Je kunt ook nog steeds onze content steunen. Dat kan via petje.af/wieisdaan. En de volgende keer, in de volgende vlog, jawel, dan gaan wij... Waar gaan we dan heen naar dan? Dan gaan wij naar Oerdonkie en Renen. Dat zie je dus de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. En wat gaan we doen dan? Dan zeggen wij... Tot, high five, ja, high five. Tot de volgende keer.